gezellig, dat zeg ik wel vaker op maandagochtend, dat het al heel erg gezellig is in de chat. Dat ben ik nog niet eens gestart, maar dan een kwartiertje van tevoren zitten mensen echt al klaar. Dat waardeer ik enorm, heel leuk om te zien. Claudia heeft een nieuwe woning. Goedemorgen, Claudia. Nieuwe huisje. Nou, leuk. Kijkt het anders? Ben je er blij mee? Ik wacht nog even. Volgens mij switch ik nu over en ben ik nu live. Jullie zitten altijd ongeveer een halve minuut vertraging in onze lijnen. Ik loop ongeveer een halve minuut voor op jullie, dus dat is altijd wel grappig. Ik heb twee beeldschermen. De ene beeldscherm wat jullie zien, het andere beeldscherm wat ik zie. En dat zit echt een heel groot verschil tussen. Dus dat moet ik zelf ook altijd even aan wennen. Goedemorgen, Mirjam. Heel blij mee. Ah, fijn, Claudia. Goed zo. Ik zie je. Ik weet niet. Je hebt er nog een vraagteken achter van zien, dus ik hoop het wel. Goedemorgen. Je bent goed in beeld. Geluidelijk goed verstaanbaar. Goed zo. Goedemorgen, Mirjam. Andere Mirjam. We hebben twee Mirjams. Leuk, Sinterklaas. Inderdaad. Nou, een paar weken terug eigenlijk vroeg iemand. Ik weet niet eens meer wie in de chat. Zijn er al materialen voor Sinterklaas? En nou, Marianne Design, ook Joycrafts, heeft echt wel rekening gehouden met het Nederlandse publiek. Dat is ook het voordeel als het Nederlandse bedrijven zijn die natuurlijk de stansen en de stempels uitbrengen. Ik heb dit keer gekozen voor de collectie van Marianne Design omdat ik hem leuk vond. En hij is heel erg praktisch, omdat je... ik heb eigenlijk maar twee artikelen gebruikt. Nou, drie als ik de zakjes meereken. Maar wat heeft Marianne Design dit jaar uitgebracht? Ik vond het fantastisch, geniaal. Ik heb hem natuurlijk al veel gebruikt, dus ik heb hem niet meer compleet. Maar het is een complete Pieten en Sint papier set. En daar zit je designpapier in, wat perfect op elkaar afgestemd is. Stickertjes die je kunt gebruiken op je cadeautjes. Plaatjes die al voorgestanst zijn, die je heel makkelijk te kunt uitdrukken. En zo'n zwart vel met allemaal van die laserplaatjes. En daar wil ik mee aan het werk. Want eigenlijk als je alleen al dit setje aanschaft, ben je al klaar. Kijk, ik heb er zelf nog toegevoegd de stans die ook nu uitgebracht is. Dat is het mijtertje van Sinterklaas. De staf van Sinterklaas en Sinterklaas zelf. Die heb ik er zelf nog bij gehaald, maar kijk, hij zit ook in het printvelletje, alleen dan de kleine variant. Dus ik zal je even proberen zo goed mogelijk te laten zien wat er in die set zit. Alleen je moet er even rekening mee houden dat ik hem natuurlijk al gebruikt heb. Dus er zit een velletje in waar je een aftelkalender voor de kinderen kunt maken. Doe je dat niet voor Sinterklaas, kun je deze ook heel leuk voor de decembermaand gebruiken. Hè? Dus dat, oh, dit is natuurlijk wel de novembermaand, maar je kunt hier echt een aftelkalendertje van doen. Of bijvoorbeeld het schoencadeautje die je op 15 november krijgt en op 16 november krijgt. Weet je, hier kun je wel leuke dingetjes mee verzinnen. En er zitten dus cadeautjes in, een pietje in, een zak van Sinterklaas in. En dan zit er in dat complete pakket een laservelletje. Met allerlei, ik zal hem even zo laten zien, dat is voor jullie wat makkelijker. Met allerlei losse onderdeeltjes die je leuk kunt verwerken. Hier zat dus ook de Sinterklaas in, die ik hier heb verwerkt en een huisje. Zie je, dus die heb ik hier verwerkt op mijn projectjes. Dit is ook uit die set, dit is ook zo'n huisje, dit is een huisje, een pietje. En er zit designpapier in van Sinterklaas thema. Maar wel weer zo leuk dat het op elkaar... met elkaar is gematcht. Dus het is dubbelzijdig, maar het maakt niet uit welke combinatie je gaat doen. Het matcht altijd, omdat de kleuren dezelfde kleuren zijn. Dus de geelkleur is hetzelfde geel, het is hetzelfde roze, het is hetzelfde blauw, het is hetzelfde bruin. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel erg uit welke combinatie je doet. Er zit ook nog een velletje trouwens in met rood papier. Maar die heb ik dus al vele malen gebruikt, dus daar is niet zo heel veel van meer over. En ook een papiertje met sterretjes. Dus die zat er ook nog in, maar ja, ik heb natuurlijk wel wat voorbeelden voor jullie gemaakt. Dus dat zit erin, er zit designpapier in en er zitten, vind ik ook heel grappige, stickervelletjes in. Dus dit is heel makkelijk. Kun je er gewoon zo afdoen en erop plakken. En dit is ook, die kun je natuurlijk ook de naam opschrijven van Sint voor. Nou, en dan kun je de cadeautjes erop doen. En dan wil ik er nogmaals bij zeggen, kijk, ik heb het nu Sinterklaas gerelateerd gedaan, maar dit kun je ook met kerst doen. Dan doe je er bijvoorbeeld van die lolly snoepjes in. Of je kunt het ook voor een verjaardag doen of voor beterschap. Je hebt van die hele leuke kikkersnoepjes. Nou, stop die in zo'n zakje. Doe er een leuk iets met kikkers op en je hebt een heel leuk beterschap cadeautje. Verjaardagen, je kunt echt alles erin kwijt. Je kunt in die zakjes ook gewoon geld stoppen met wat van die... glitterpailletjes, hè, wat je nu ook heel veel van Karen Jones ziet. Want de zakjes die ik gebruikt heb, die zijn van de serie van Karen Jones. En ik vond het geniaal. Als je het zo ziet in de winkel,
Want ik heb bewust maar even de verpakking bewaard. Dan denk je nou niet gelijk, oh joepie-jajé. Maar als je even verder kijkt, is het wel oprecht echt een heel leuk product. Want het zijn stevige silofaanzakjes. Maar ook gewoon in hele leuke formaatjes. Ik vind dit bijvoorbeeld een heel leuk formaat. Kijk, daar heb ik dit meegemaakt. Gewoon een serie gekleurde pepernootjes. Bijpassend in mijn designpapier. En je hebt ook een heel leuk, makkelijk cadeautje. Maar hier kun je ook bijvoorbeeld van die balletjes instoppen. Van die snoepballetjes. Nou, dan kun je er ook weer een heel leuk verjaardagsprojectje van maken. Hè. Dan doe je bijvoorbeeld ook, kan ook het cadeautje gewoon voor gebruikt worden. Ik maak het nu op Sinterklaas thema. Maar je kunt die zakjes natuurlijk op elk thema doen. Het is ook gewoon heel leuk om gewoon een briefgeld erin te doen of muntgeld in te doen. Een leuke wikkel eromheen maken. En het is klaar. Er zitten in zo'n pakketje trouwens ook wel heel veel. Er zitten vijf verschillende designs in. Dus je hebt er een van 14,8 bij 15 centimeter. Een beetje te kaarten maken kaarten. Hè? Van 15 bij 15 vaak kaarten. Dus ook heel vaak kaarten van 14 bij 14. Die kun je er natuurlijk ook in als kaartzakje verwerken. 10,5 bij 15. Zitten er ook vijf van in. Die wat ik leuk vind is dus 5,2 centimeter bij 15 centimeter. En je hebt nog een smalle lange en die is 8,5 bij 6. En van elk zakje zitten er vijf in. Dus dit is wel heel erg leuk. Dit is van Studiolite, van Karen Joan. En Karen Joan heeft hier zelf voorbeelden met haar nieuwe serie natuurlijk. Met die pailletjes, die sequins erin verwerkt. Dus ik vond het wel heel erg leuk om te gaan doen. Dit wil ik gewoon echt lekker stap voor stap met jullie doen. Zo, ik ben uitgerateld. Ik ga even de chat lezen. Was een meisje waren blijf verrast met het onderwerp. Oh, goed. Ik hou er even rekening mee, Desiree. Goedemorgen vanuit België. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, inderdaad. Er zitten ook echt gewoon nog de pietjes bij. Dus er is van iedereen wat wils. Leuk. Ja, die zakjes vind ik zelf ook heel leuk. Ik ga wel met een wat breder formaat werken, omdat ik namelijk wou werken met die muntjes. Want pepernoten, alweer een hele zak te halen. De zak was dus letterlijk al op. En toen dacht ik, oh, ik heb eigenlijk nog helemaal niks meer voor de dag live. Dus als ik eenmaal pepernoten bij me heb, zeg maar, gaat die zak leeg. Dus ik dacht, laat ik nou even op safe gaan en ik haal even van die muntjes. En die muntjes, daar kan ik wel redelijk van afblijven. Maar pepernoten niet. Ik heb echt een zwak voor pepernoten. Dus ik ga zo'n zakje vullen met muntjes. Maar nogmaals, die zakjes kun je vullen met alles. Met geld, met glittertjes. Je kunt er ook glittertjes natuurlijk in doen. Kikkertjes nogmaals. Of andere snoepjes dat voor verpakt is. Alles kan erin. Hè. Het is gewoon heel leuk om te geven. Dus ik ga wel wat een breder formaatje werken. En eigenlijk op het allerlaatste moment vanochtend dacht ik nog. Weet je wat ook leuk is? Dat maakte ik vroeger heel veel. Van die rosettes. Dus ik heb het eigenlijk al een beetje voorverwerkt. Maar ik wil jullie wel even meenemen. Want ik denk, oh, dat is eigenlijk best wel leuk. Om dat met een Sinterklaas cadeautje nog te combineren. Maar dan heb ik dus wel een wat groter zakje nodig. Dus ik denk dat ik daar mee ga beginnen. Ik leg deze even apart. Ik zou even zorgen of er morgen foto's van gemaakt kunnen worden. Dan deel ik ze van de week nog een keertje op social media. Kun je ze nog terugzien als je dat leuk vindt. En nou ja, ik ga dan gewoon eigenlijk met zo'n zakje werken. Ik ga niet voor het allergrootste zakje. Maar ik ga voor even één zakje kleiner. Even kijken, want dit is wel altijd even een gepriegel. Er zitten dus meerdere formaten. Dus dit is het grote formaat. Ik pak ze er even allemaal uit. Ik zie het alweer aan mezelf. Dan overzie ik het niet. Even spieken. Dus dit zijn de grote maatjes. Daar zijn er vijf van. En dit maatje zocht ik eigenlijk. Misschien is het zometeen ook wel leuk om nog zo'n kleintje te doen. Dat is misschien wel grappig. Zo. Dus dit zijn de formaatjes. Zie je, dus een groot formaat. Dan heb je dit formaat. Ja, is voor jullie wel zichtbaar. Het glanst in ieder geval enorm. En dan heb je dus nog een langwerpig formaat. Maar daar passen mijn muntjes. Nou, dat zou ook nog kunnen. Kunnen we die straks ook nog misschien gebruiken. En hier kun je bijvoorbeeld één leuk muntje in doen. Snap je? Dus het is wel voor heel veel verschillende soorten. Maar ik ga eerst even aan het werk met mijn rosette. Mijn rosette is best wel wat groter. Dus dan mag het zakje ook wel iets groter. Anders zie je niet zo heel veel meer van de inhoud. Maar dan alleen van de rosette. Dat is op zich ook niet zo erg. Laat ik even drie kleurtjes erin. Dus die zakjes die kun je gewoon vullen. Die hebben een sluitingje. En die kun je zo meteen op het formaat doen dat jij wil. Want wil je deze kleiner maken, dan kan dat natuurlijk, hè. Dan vouw je hem gewoon hier bijvoorbeeld al dicht. Maar wil je hem in de lengte houden, dan dat formaat dat pas je eigenlijk zelf aan wat jij wil. Dus daar ben je vrij in. Ik ga gewoon even kijken hoe groot mijn project wordt. En dan pas ik het daarop in.
Ja, kaartenzakjes heb je dus inderdaad ook. Alleen dan zit je vaak vast aan het grote formaat. En de zakjes wat ik hier zo leuk aan vind, is dat het juist afwijkende maten heeft. Nogmaals, ik vind vooral deze heel erg leuk. Die vind je niet in kaartenzakjes modelletjes, snap je? Dus ik vind dit echt een hele makkelijke, leuke manier om toch even snel iets leuks te geven. Ongeacht welk onderwerp je pakt. Oh, wat leuk. Eva is dit jaar de hulpsint in groep 5. Wat superleuk. Ik zag bij ons op de basisschool, mijn jongste zit nog op de basisschool, dat ze inderdaad op zoek waren naar hulppieten en hulpsinterklaassen. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Was echt een oproepje gedaan of ze wouden helpen. Goedemorgen allemaal. Ik neem even een kopje thee. Maar dit soort zakjes, dat blijft echt een heel makkelijk project. Goed, wat ik gedaan heb voor mijn rosette is dat ik eigenlijk designpapier heb gehad in een beetje de kleur dat ik dacht het paste wel bij. Ik heb de hele breedte gebruikt, dus dat is volgens mij iets van 30,5, hè. En dan heb ik hem afgesneden op, ik geloof, zo'n 4 centimeter in de breedte. En dat heb ik eigenlijk elke centimeter heb ik dat gerild. En dat heb ik aan twee stroken gedaan. Dus hier een strook, daar een strook. En die strook heb ik vervolgens bevestigd met een sticky tapeje. En dan plak je dat aan elkaar en dan ziet dat er zo uit. En het enige wat je zo meteen hoeft te doen is met een lijmpistool hier aan de binnenkant even wat lijm te druppelen. Dan blijft die zo zitten. Maar zo krijg je wel heel leuk een verhoging op je project. En ik geef wel vaker aan dat ik het altijd wel fijn vind om bijvoorbeeld met 3D-tape te werken, omdat je dan wat meer dieptes in je project krijgt. Dat geldt met deze rosette eigenlijk ook. Dus het enige wat ik nu even ga doen is dat ik mijn lijmpistool even aan ga zetten. Die had ik wel al gepakt. Even spieken. Maar die ligt hier altijd zoveel rommel en rotzooi. Zo. Die zet ik even alvast aan. En wat je dan altijd wel even klaar moet leggen. Want je kunt je voorstellen als je hier zo meteen lijm in doet. Dat het er niet zo mooi uitziet. Hier. Dus wat ik eigenlijk altijd doe is hem. Je kunt hem verstevigen. Dus eerst dus even door een klein rondje erop te plakken. Maar ik ga eigenlijk voor gelijk al een wat groter rondje. En dan ga je hem eigenlijk in de kleurtjes van het designpapier wat we hebben, ga je hem een beetje oppimpen. Dus ik vind het wel leuk om dat met goud te doen en dan zo meteen nog wat blauw. Maar doe het wel even aan beide kanten, zodat je hem even goed verstevigt. Ik heb allemaal verschillende kleurde rondjes alvast uitgestanst ter voorbereiding. En dan kan ik nog even kiezen welke ik ga doen. Dus misschien is het toch wel even verstandig om even een pons te pakken in wat kleiner. Want ik weet wel dat in het verleden altijd wel belangrijk was dat je hem even goed verstevigde. Dus ik pak even nog een stukje restpapier wat ik hier heb liggen. Nou, dat is gewoon wit, maar dat zie je zo meteen toch niet. Dan pons ik even twee cirkeltjes uit. Dan weet ik in ieder geval zeker dat hij goed blijft zitten. Dan heb ik net even iets meer versteviging. En dat doe je zo meteen aan beide kanten. En het leukste met dit soort rosette is dat je ook designpapier dubbelzijdig pakt. Dan zie je soms aan de achterkant nog wel wat. Maar als je geen achterkant ziet, dan hoeft dat natuurlijk niet. En wat ik gedaan heb, dat zien jullie misschien niet zo goed, maar is wel heel leuk. Normaal is dat natuurlijk recht. Maar Nelly's Choice heeft een snijmachine, zo'n papiersnijder. En die heeft, maar ik laat het je straks wel even goed zien, allerlei verschillende patronen van te snijden. Dus in plaats van dat je recht snijdt, kun je er ook voor kiezen om er een kartelrandje in te snijden. Dat heb ik bij deze gedaan. En ik heb er nog één, dat is een scalopje. Maar dat vind ik zo schattig, want je ziet het misschien haast niet. Maar als je goed kijkt in het real life, dan zie je dat er dus een hakkeltje, een vormpje zit aan de rosette. Dus het is niet strak, vlak, boep, maar gewoon leuk een kartelrandje erin. Wat ik ga maken is, ik ga aan het werk voor Sinterklaas cadeautjes. Dus leuke schoen cadeautjes. Hier heb ik ook bijvoorbeeld muntjes ingedaan, die chocolademuntjes. Dit is een doosje, zo'n groot lucifersdoosje, die heb ik hier vastgestrikt. Maar die kun je open doen en er zitten snoepjes in. Die cellofaanzakjes in verschillende formaten zitten in zo'n set. Heb ik even wat voorbeelden van gemaakt. En hier lekker met pepernootjes, een grotere zak en een wat kleinere zak. Maar je kunt je voorstellen dat dit wel heel leuk is om nou ja, schoencadeautje te geven. Maar nogmaals, ik gebruik nu het Sinterklaasthema. Maar je kunt je voorstellen dat dit is ook heel leuk voor kerst, voor beterschap, voor verjaardagen, voor natuurlijk 100.001 thema's. Alleen omdat nu Sinterklaas natuurlijk er is in dit land is gekomen en Marianne die zijn heel leuk papierblok had, dacht ik, oh, dat is wel heel leuk om te combineren.
Nee, de speaker. Inderdaad, een beetje in de Sinterklaas-sfeer. Ja hoor, je zou met houten kralen ook hele leuke pietengezichtjes kunnen maken. Ja hoor. Ja, je kunt je daarop wel helemaal op uitleven. En het leuke vind ik dus het is een setje waar dus vijf verschillende of vier verschillende folietjes in zitten, maar echt wel in verschillende formaten. Net even anders dan dat we gewend zijn. Daarom kies ik voor nu ook voor dit formaat. En ik ga straks er ook nog wel even eentje maken met die smalle. Want ik vind zelf deze vooral heel erg leuk. Maar nogmaals, dit is ook heel leuk met bijvoorbeeld kikkersnoepjes voor beterschap. Of je doet van die gekleurde bolletjes, van die jellybean-achtige snoepjes. Dat is heel leuk met een verjaardagthema. Je kunt er natuurlijk ook gewoon geld in stoppen. Dus ik vind het wel een product die voor elk thema gebruikt kan worden. Ondertussen is mijn lijmpistool wel een beetje warm. Ik ga hem dus eventjes zo neerleggen dat ik hem eigenlijk al in een soort klein rondje heb. Hè. Dat kun je hier wel zien. En dan hou ik hem even zo vast en dan ga ik hem zo meteen naar binnen vouwen. Dus ik doe hier gewoon. Oh ja, er zat met mijn lijmpistool altijd. Er zit altijd mega vastgeplakt. Ik doe deze even wegleggen, anders is hij zo meteen. Misschien al lijm op. Dus ik ga hem even een klein beetje zo vouwen. Ik heb hem nu vrij breed gemaakt hoor. Dus het is maak het jezelf lekker lastig project. Maar op zich, als je hem eenmaal hebt, dan gaat het wel hoor. Dus je moet hier even een beetje handigheid in hebben. Dus ik ga hier met mijn lijmpistool lijm op aanbrengen. En dan ga ik hem vouwen. En dan ga ik hem eigenlijk gelijk even goed dichtdrukken. Dat is het voordeel van het werken met een lijmpistool. Hij plakt ook gelijk, hè? Dus het is vast, het is ook daadwerkelijk vast. Heel even een beetje geduld. Je kunt hem een beetje indrukken. Ik heb ondertussen al lijmvaste vingers. Maar het rondje is dus gemaakt met twee repen designpapier. Die heb ik om de centimeter heb ik die gerild met een scoringsbord. En dat doe je twee keer. Die twee strippen plak je aan elkaar en zo maak je zo'n rozet. En dan bepaal je zelf hoe breed je hem wil. Ik heb hem nu best wel groot gedaan. Maar je kunt hem natuurlijk ook inimini doen. Hoe kleiner je hem maakt, hoe lastiger die vind ik altijd vaak is. Dus ik kies voor een wat groter model. Hij zit natuurlijk aan mijn craftsheet nu ondertussen vastgeplakt. Dat is op zich ook niet zo heel erg. Maar kijk, dan heb je dus, vind ik wel heel leuk, zo'n rosette. En zo meteen pas ik hem natuurlijk een beetje aan in de kleurtjes van het designpapier. Maar het is eigenlijk heel makkelijk. En doordat ik die reepjes heb gemaakt met een design van het snijmodel, zie je dus ook echt een kartelrandje aan mijn rosette. Zie je dit? En dan kun je ervoor kiezen welk kleur papier je het mooiste bij vindt passen qua kleurtje. Want ik heb hem dubbelzijdig gedaan. WB, jij bent een kinderen voor kinderen fan. Als ik de tekst zo van jou lees. Oh, de microfoon er beter bij doen. Oh jongens, toch. Dit is coronatijd natuurlijk ook. Hè? Dan hebben we te maken met ook leerlingen, kinderen die natuurlijk thuis zitten. Maar goed, zolang het nog goed gaat, gaat het goed. Even spieken. Dus mijn rosette is best wel groot. Dus ik hou mijn zakje denk ik ook wat groter. Dat vind ik wel leuker. Maar ik ga eerst mijn rosette even maken. En dan pas ga ik mijn zakje dicht maken. Want als ik hem dicht heb, dit is wel een plakrand. Als die dicht is, is die ook op slot. Je kunt hem wel heel voorzichtig nog lostrekken. Maar hij zit wel goed stevig gelijmd. En dan ga ik eigenlijk een beetje kijken. Wat ik dan zelf altijd doe is pak even het designpapier waar ik mee wil werken. Want ik vind dat roze, ja, dat is natuurlijk voor de hand liggend. Maar ik vind het fantastisch. Dus ik ga echt met mijn roze papierlijn werken. Dan vind ik het wel leuk om een klein beetje goud als ondergrond te doen. Maar ik ga hem eerst nog eventjes verstevigen met die twee kleine rondjes. Zodat ik zeker weet dat hij vast blijft zitten. En die twee kleine rondjes doe je gewoon wat lijmpistool. Of wat lijm op, die plak je aan de ene kant, die plak je aan de andere kant. Wat ook heel leuk is trouwens met deze rosette, als je er nu bijvoorbeeld een lollystokje aan doet. Of hier tussenin nog een dingetje, kun je er hele leuke bloemetjes van maken. Hè? Of lollystokjes van maken, is ook heel leuk als cadeau. Dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan. Even spieken. Dus even wat lijmpistool of wat lijm op je rosette doen. En hem even ietsjes verstevigen met een iets kleiner formaatje papier. Oh, dat is wel fijn dat het geluid in ieder geval goed is. Wat voor mat u heeft, Elke? Dit is een craftsheet. En een craftsheet is eigenlijk
een sheet die hittebestendig is. Dus dat, maar je kunt er alleen niet in snijden. Maar als je bijvoorbeeld aan het verven bent en er komt allemaal troep op je mat, met een klein vochtig doekje en je mat is weer schoon. Dus dit heet een craft sheet, maar dat heb ik er altijd onder liggen, omdat ik nogal van kliederen hou. Dus om het minst of ging, ligt overal verf op. Nou, dat is heel makkelijk. Gewoon even doekje eroverheen en hij is weer schoon. Dus dat vind ik wel heel erg prettig. En dat heet inderdaad een kraftmat. Een kliedermat noemen we het ook wel inderdaad. Ja. Ik heb hem altijd standaard ertussen liggen hoor. Goed, ik ga hem verwerken met goud. Goud komt ook wel een beetje in mijn papierlijn voor. Nou ja, je kunt er dan voor kiezen om iets met rood te doen of misschien wel iets met blauw. Het ligt er even aan wat we erop gaan doen. Ik vind het wel leuk om met de Sinterklaasstans te werken. Dus dan is het misschien wel leuker om het kleine iets roder te doen. Ja, dan komt in ieder geval Sinterklaas er iets beter uit. Maar we zouden er ook nog voor kunnen kiezen. En ik denk dat ik dat ga doen, omdat mijn staf ook al goud is. Dat ik voor blauw ga, voor dan rood ga, Sinterklaas en dan zijn staf hierachter een beetje doe. Dat is misschien, denk ik, het leukste qua kleurencombi's. En misschien doe ik de staf wel hier. Anders wordt hij misschien wat druk. Dus dit komt uit een kant-en-klare stans. Dus dit is niet uit de velletjes, want die is namelijk ietsjes kleiner. Deze komt echt uit de stans. En die stans is, zie, dat is ook een Sinterklaas paardje met een mijtertje en de staf. Dus dat is een losstaande stans. Maar die is wel leuk omdat deze namelijk net even een iets groter formaat heeft. En wat ik nog even ga doen is natuurlijk altijd de randjes even beïnkten met bruine inkt. Dat weten jullie ondertussen. Dat is vaste prik. Even kijken, dat doe ik toch even met gewoon lijm. Zo, die ga ik erop plakken. Kijk, en dan kun je ervoor kiezen. En dat is nogmaals, ik hou er altijd wel van. Even een beetje verhogen met tape. Dus dat hoeft niet hele dikke tape te zijn. Je hebt dat tape heb je in heel veel verschillende formaatjes en in diktes. Deze is vrij dik. Deze is ietsje smaller qua dikte. Dus dan kies ik daarvoor. Maar ik vind het wel leuk om het een klein beetje op te hogen. Oh, zucht. Nou, daar gaan we weer, jongens. Oké. Daar heb ik nooit zo heel veel zin in, 's ochtends. En al helemaal niet op maandag. Ik ga eventjes de rooie dus even ietsjes verhogen. Je ziet het niet of nauwelijks, maar het geeft wel net even die diepte in je project, waardoor echt wel iets naar voren komt. Maar inderdaad, de kleur hoef je niet over na te denken, want alles zit al in je papiersetje, hè? Dus dat is het voordeel. Kijk, dit is dan een ander papierdesign, maar het is wel dezelfde kleur roze. Dus de combinatie die je maakt, maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Omdat je alles in één serie houdt, hou je het rustig en matcht het eigenlijk altijd wel. Dus dat vind ik altijd wel het voordeel. Ook Sinterklaas ga ik even iets verhogen. Bonjour, Vivienne. Zo, dus dan ga ik Sinterklaas ook even met een foompje vastzetten. En een beetje lijm erop. En die laat ik lekker lopen, zeg maar. Op deze manier. En dan is het misschien leuk. Die staf die plakken zo meteen wel op. Dat kan ook op het laatste moment. Dan ga ik mijn designpapiertje toch een beetje aanpassen op. Want ik vind het toch wel leuk als je dat toch een beetje terugziet, dat rozige. Zie je dat? Dus dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om hem te plakken. Dus dan ga ik hem in de. Dus ga ik nu het. Er zit een folieplaklaagje op. Even kijken waar die nou precies zit. Hier. Zo, en die kun je dichtvouwen. Ik hou hem dus wel even ietsjes groter, dus ik pas even dit formaat aan. Dan zitten die centjes zo, maar dan kun je er ook gewoon even één omhoog schuiven en dat je hem hier in het midden gaat plaatsen. Kijk, wat ik dan doe is gewoon met mijn snijmachine en dan zal ik je eens even laten zien dat er dus randjes in zitten. Dat is wel heel erg leuk. Dit is zo'n snijmachine. En nogmaals, hier zit dus een. Dit kun je heel makkelijk openmaken. Zo, en die kun je dus heel makkelijk vervangen. Nogmaals, dit is deze. Je hebt ook gewoon recht en je hebt ook een scaloprandje. Ik zal je nu even het scaloprandje laten zien. Maar die is wel heel leuk om hem. Dan krijg je net even een iets andere kijk erop. Dus je pakt even een strookje van hoe groot je hem ongeveer wil hebben. Nou, ik pak hem even. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik pak hem ietsjes groter. Je drukt hem gewoon in en je duwt hem eigenlijk zwaar naar achter. En dan krijg je dus echt zo'n kartel-scalop-randje. Het is heel subtiel. Het is niet heel. Maar het
Maar het is wel weer leuk. Ja, ik hou het wel een klein beetje in de gaten, maar voor mij is het af en toe ook heel druk. Dus dan denk ik, nou, zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar, en anders krijgen ze gewoon een time-out hoor. Maar dit is wel net even anders dan dat je hem gewoon strak doet. Maar ik vind het natuurlijk ook leuk om dat even aan de andere kant te doen. Dus dan pak je weer, haal je hem weer even omhoog. Je zet hem vast. En je drukt hem aan en je drukt naar beneden. Zo. En dan heb je wel weer gewoon net even, ja, een beetje speelsheid. Dat mag met Sinterklaas natuurlijk sowieso. Dan kun je ervoor kiezen om hem hetzelfde breedte te doen. Dat is misschien in dit geval wel iets mooier. Want anders steekt hij misschien wel heel erg uit. Maar een klein beetje mag wel. Dus ik ga hem gewoon een beetje hier afsnijden. Maar dat is meer op mijn gevoel. Dus klein randje er even af. Anders steekt hij net echt te veel uit. Dus dan haal ik hem hier ongeveer eraf. Maar dan breek je hem wel net eventjes. Ja, ik vind het wel leuk dat hij dus verschillende kartelrandjes erin heeft zitten. En dat is net zo met die rozet ook. Daar heb ik het andere gebruikt. Kijk, als je goed kijkt, het is subtiel. Maar als je goed kijkt, zie je wel dat er een randje in mijn rozet zit. Zie je dat? Hier zit echt een kartelrandje aan. Anders heb je hem strak. Daar is op zich ook niks mis mee. Maar het geeft wel juist even een leuk speels effect. En die kun je er gewoon los bij kopen. Als je die machine zelf koopt, dan krijg je gewoon strak de gewone snijrand. En ik geloof dat die navulletjes, dus die mesjes, die iets van 5, 5, 6 euro kosten. En dan kun je dus ervoor kiezen om, je hebt geloof ik stitch. Dus dan heb je streepje, geen streepje, geen streepje wel. Snap je dat het gestitcht is? Je hebt deze, je hebt een scalop en je hebt er geloof ik ook nog een kartelrand. Echt zo'n karteltje in. Dus dat is wel op zich wel heel leuk om als voor je uitbreiding van je basisset, zeg maar. Nou, deze ga ik er ook op plakken. Nou, die doe ik precies even als scheidinglijn tussen de muntjes. En ook die ga ik even verhogen met een tapeje. Mirjam, hij is van Nelly's Choice. Nelly's Choice is die. Je kunt hem ook uitschuiven. Dus je kunt hem ook gewoon tot het grote formaat uitleggen. Ja, wat die precies kost, dat durf ik even niet te zeggen. Als het goed is, staat hij wel bij de link eronder. En anders zet ik hem zo meteen wel eventjes voor je er bij aan hoor. Nou, ik moet zeggen, deze alie heb ik al heel veel gebruikt. Ook de scaloppen. Maar dit is natuurlijk wel iets anders dan een schaar. Hè? Want dit zijn, hier zitten echt mesjes in. Je kunt ze daarna natuurlijk weer vervangen. Maar dat heb ik nog echt nog niet nodig gehad hoor. En dat mesje zit hier onderin. Dus het is ook niet gevaarlijk. Je kunt hier ook je vinger op houden. Je zou niet je vingers loshalen. Het mechanisme zit hem er echt op. Op het moment dat er druk op deze mal komt hier boven, dan komen de mesjes eruit. Dus je kunt je nu geen pijn doen. Dus het zijn veilige mesjes. Je hoeft er niet over na te denken of je je vingers erop kan leggen of niet. Dus dat is ook al wel een voordeel. Zo, nou, die plak ik erop. Zo, en hierop plak ik mijn rosette. En dan heb je toch wel heel leuk. Hè? Je kunt hem ook iets schuiner doen of je zet hem wel recht. Ik ga hem wel hierop zo plakken. Nou, dan heb je hier nog steeds die witte rand, maar dat geeft niet. Dat zie je niet. Je hebt er zo meteen een designpapiertje onder. Dus ook al doe je hem zo meteen omdraaien, zie je niet het witte cirkeltje. Maar het is wel qua versteviging zeker wel een tip om wel te doen hoor. Mijn lijmpistool is ondertussen echt heel warm. Zie je dat? De stoom komt eraf. Kijk, en die plakken we dan een beetje zo in het midden erop. En dan kun je hem eventueel afwerken. Dat vind ik namelijk wel leuk. Met ze hebben ook namelijk kant-en-klare stickertjes. Want hier heb ik eigenlijk een beetje leegte. Zie je dat? Ik hou nooit van leegte. Bij mij mag altijd alles lekker druk. Dus dan kom ik weer even terug op mijn stickervel. Die ook gewoon in die set zit. En dan kun je er bijvoorbeeld bij neerzetten. Wat zullen we doen? Moet niet een te groot. Groeten Sinterklaas. Nou, groetjes Sinterklaas is leuk. Past er ook bij. Ik heb blauw. Kijk, en die kun je er gewoon op deze manier leuk op plakken. Het is klaar, hè? Het is gewoon alle sticker op zich. En dan heb je ook nog, en dat komt dan uit die stansserie. Daar heb je dus ook de staf van Sinterklaas. En die kun je er gewoon, ik heb hem met goud gekozen, omdat ik goud wel leuk vind bij Sinterklaas. Maar die kun je natuurlijk ook in het rood, of in het zwart, of in het grijs, wat jij van kleur ook doet. En die kun je er ook even op vastplakken. Dit doe ik even met Tacky Glue. Tacky Glue is een lijm, die is wit. Maar op het moment dat die opdroogt, is die transparant. En omdat die hier even op moet rusten, vind ik het wel fijn om het met Tacky Glue te doen. Want als met lijmpistool ga je echt lijmresten zien. En dat is jammer, zeg maar.
Nou, en zo ben je in principe al klaar voor een schoencadeautje. Natuurlijk is het wel al voor. Ik heb natuurlijk alles al wel voorgewerkt, maar het is niet lastig om te doen. Dus zo kun je wel heel veel verschillende mogelijkheden doen. Dus ik vind het ook nog even leuk om zo'n ander formaat zakje te laten zien. Dat je met dezelfde materialen werkt, maar een totaal andere uitwerking krijgt. Dus dat. Thea, ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn hele leven lang maar één lijmpistool gebruik. En dat is deze. Het is eigenlijk een heel goedkoop, simpel lijmpistooltje. Maar ik gebruik hem heel intensief. Hij ziet er ook niet meer uit. Maar het is een heel goedkoop lijmpistool. Ik vind hem heel erg prettig. Hij is loei en loei heet. Je ziet het ook wel. Hij stoomt erover. Maar ik heb hem wel altijd even over op een houdertje liggen. Maar ik weet niet beter dan dat ik deze gebruik. Ja, het is leuker dan in het netje geven, inderdaad. Ja, absoluut. En je hebt er toch iets creatiefs van gemaakt. En eigenlijk zonder dat het, nou ja, ingewikkeld wordt, zeg maar. Maar dat is denk ik ook wel de kracht, hè? Dus in die zakjes nogmaals, ik doe het nu met Sinterklaas thema. Maar je kunt dit ook met kerst doen, verjaardagen, beterschap. Die zakjes zijn zo ontzettend praktisch en makkelijk. Je kunt er ook gewoon glittertjes in doen. Hè? Al doe je het, dan strooi je maar gewoon losse glitters erin. Dan doet er een beetje. Of dat zeg ik, van die gummiballetjes of van kauwgomballen bijvoorbeeld. Kun je ook hele leuke verjaardagskaarten maken. Het is wel echt heel erg veelzijdig product. Dus dan wil ik er ook nog eentje maken met het andere formaat zakje. Dat was eigenlijk mijn favorietje. Dat is deze. En ik zag dat mijn muntjes daar ook in passen. Dus waarom niet? Dus ik leg deze weer eventjes hier. Ik zou straks even alles laten zien hoor. Dan pak ik alles er weer bij. Als het goed is had ik nog muntjes over. Ja, hier. En die kun je er, als het goed is, past het net. En anders pakken we toch een ander formaatje. De muntjes erin. Past perfect. Nou, even een beetje bijdraaien dat ze ook recht zitten, die euro. Zo. Nou, ik vind het ook nu al leuk. Wat zullen we doen? Toch maar de voorkant euro. Zo. En doen we deze ook wel met de euro. Dan blijven we een beetje gelijk. Nou, die maak ik wel tot hier gewoon dicht. Zo. Hupsalakee. Die kun je gewoon dichtplakken. Kijk, en dan kun je gewoon heel makkelijk een leuk klein wikkeltje eromheen maken. Dus dan, nou ja, dan ga je weer kijken van. Oh, dat is het plastic in mijn thee. Dat is iets minder lekker. Nou, daar kan ik nog voor kiezen om dit designpapiertje te doen. Maar wat hebben we nog meer? We kunnen ook even een hele andere kleur pakken. Misschien iets met geel. Deze is ook wel leuk, want er staat als hij de maan schijnt. Dus die kunnen we er misschien ook wel leuk bij doen. En dan is het gewoon niet nadenken, maar gewoon snijden. Dus dan ga ik gewoon lekker. Ik zie het wel eventjes wat we gaan maken. Het is maar goed. Oh, schoenkit. Ja, dat is het nadeel. Of dat is als ze. Het is heel veel ziek, hè, op het moment ook weer. Leuk voor kleinkinderen, zeker. Er zit inderdaad een aan- en uitknop in. Dus ik heb hem nu ook weer even uitgezet. Maar ook al heb ik hem uitgezet, hij blijft heel lang nog heel warm. Dus ik zou er zo meteen nog gewoon mee kunnen werken. Dus dat is wel fijn, inderdaad. Draadloos, ja, daar ben ik nooit zo heel erg van. Maar goed, nogmaals, ik weet niet beter dan dat ik deze lijmstoel heb. En hij is ooit een keer, een paar jaar geleden, een keertje echt dat hij door bleef lopen. Dat ik dacht, nou ben ik aan een vervanging toe. Maar hij kost niet zo heel veel en hij gaat wel echt heel lang mee. Dus ik ben nog steeds wel echt fan van deze. Ik ga even mijn formaat een beetje opmeten. Want ik wil hem wel ietsjes groter maken, maar hij is maar 5. Dus als wij hem nou eens maken op 6,5, dan weet ik in ieder geval wat voor een breedte ik een beetje moet pakken. Kijk, en nu wil ik even geen kartonrandje, want anders wordt hij misschien een beetje druk. Dus dan haal ik hem er gewoon even uit. En dan pak ik eventjes een gewone normale rechte lijn. Zo. En ga ik die eventjes snijden. Dus we zouden op, wat zeiden we net, 7,5 of 6,5, hè? Dus nou, dit is 6, dus dan doe ik het even gewoon een beetje op gevoel. Dan ga ik die eventjes. Dan moet je wel zorgen als je met het snijmes gaat zetten dat je ondergrond recht is. Hè? Ik heb hier van alles en nog wat liggen. Dus ik ben altijd iets minder secuur daarin. Ik zou hem wel ietsjes korter maken. Ik kort hem even een beetje in. Ook dit is een klein beetje op gevoel. Want ik wil hem ook niet te breed. En deze restjes niet weggooien. Hè? Want dan kun je zo meteen echt nog heel veel leuke dingen mee doen. Ik heb hier bijvoorbeeld ook nog een restje rood. Nou, die kunnen we ook prima pakken. Daar kunnen we zo meteen ook wel iets mee.
Dan snij ik gewoon alvast even wat formaatjes. Al is het alleen maar leuk voor de break van je projectje. Dat je iets meer kleurtjes erin hebt zitten. Dus ik gooi dat soort dingen nooit weg. En ik vind deze leuk, zie de maan schijnt. Misschien past die helemaal niet erbij. Maar dan snij ik hem alvast. En dan zie ik het zo meteen wel of we hem kunnen gebruiken of niet. Zo. Wat ik dan even doe is de midden even een beetje opzoeken. En hem eventjes vouwen. Dus het is een beetje groot in beeld voor jullie. Maar... Het is voor mij wel even makkelijk. Het is 12, dus dan is de helft 6. Even een vouwlijntje maken voor je wikkel. Zo, kijk, en dan pak ik mijn wikkeltje weer. Dan weet ik ongeveer, oké, dit is het formaat waar ik op ga werken. Ik heb hem aan beide kanten even iets breder gemaakt, omdat ik vind dat hij dan iets meer tot leven komt. Ga je hem namelijk dezelfde lijn doen, dan wordt dat ding zo lang. Dus doordat je hem iets breder pakt, blijft hij wat schattig of zo. Maar dit is echt iets persoonlijks, hè? Dus dat hoef jij niet te vinden. Maar ik vind dat wel leuk om het op die manier aan te vliegen. Nou, zie de maan past er ook nog bij. Dus dan kun je die nog even op gevoel eraf snijden. Dus doe even een klein dingetje maken, want ik vind die wel heel erg leuk. Dan heb je ook namelijk gelijk even wat meer dingen erin. Ik ben wel alles kwijt. Zo. Een dingetje. En dan zat dat ongeveer hier. Dus nou, dan zet je hem, snij je hem hier eraf. Kijk, ook die restpapiertjes zijn nog heel leuk om later gewoon nog te gebruiken. Kijk, en dan gaan we kijken. En dan is het misschien wel leuk om. We hebben dan zie de maanschijn door de bomen. Nou, misschien hebben we dan met dat velletje wel iets wat we daar kunnen gebruiken. We kunnen natuurlijk een klein sintje pakken hier, of we doen wat pietjes. Maar we hebben ook nog een setje met uitknipvelletjes. Dat heeft ook niet echt iets met de maan te maken, hè? Maar dit wordt ook denk ik gelijk een beetje groot. Nou, die zak van Sinterklaas is pak. Die ga ik even pakken, maar pak wel eventjes, want hij zit eigenlijk al voorgesneden. Je hoeft er niet zo heel veel mee te doen. Je moet hem alleen eventjes losmaken. Dus er zitten al snijlijntjes in, maar door die eventjes met een mesje even aan te pakken. Scheur je hem niet kapot. Want het zijn wel zo nodig dat het iets grotere snijlijnen zijn. Als je van Studiolite hebt, die is super fijn gedetailleerd. Die kun je met je handen er zo uitdrukken. Maar deze zijn best een beetje groot. Dus die vind ik dan mooier om het even toch netjes met een mes te doen. Oh, ik zie trouwens zie de maan schijnen door de boom. Ik zie hier wel een maan. Maar die wordt wel heel groot. Dus is ook niet zo leuk. Nou, misschien kunnen we het op deze manier iets mee doen. En soms moet je gewoon ook een beetje proberen. Ik heb hier nog bijvoorbeeld een rood restje. Dat komt misschien wel leuk terug als ik het zo doe. Dan komt dat rood van dat cadeautje er iets meer uit. Kijk, en dan ben je er al wat meer. Zie je dat? Doordat je dat rode velletje er even op doet. Een zak van Sinterklaas erbij doet. Het is dan wel de maanschijn door de bomen. Maar misschien kunnen we hier nog een leuk stickertje plakken. En dan zijn we er eigenlijk ook wel. Ik vind dit ook hoor. Vroeger toen de kinderen nog echt klein waren, maakte ik veel meer van dit soort projectjes. En dan ook bijvoorbeeld met Dierendag. En dan had ik heel leuk van die apenkoppen in van die zakjes gedaan. En dan een wikkeltje met een aapstand erop. En je bent klaar. Je had een heel leuk Dierendag cadeautje. Kinderen vonden het fantastisch. En dat is met dit natuurlijk Sinterklaas ook. Het gaat ook om de kleine dingetjes, zeg maar. Maar je maakt het wel iets persoonlijks. Een naam even erop voor wie. Snap je? Mijn kinderen zijn al groot, 22, 24 en 20. Oh ja. Nou, dit blijft ook leuk, Jacqueline. Die van mij willen ook nog heel graag iets met Sinterklaas doen. Dus ik ben al bijna klaar. Ja, dit blijven ook hele leuke projectjes om te doen hoor. Helemaal mee eens. Nou, ik ben blij dat jullie het ook leuk vinden. Het is nou natuurlijk altijd wel weer eventjes. Wat gaan we doen? En we hadden het erover. Ik zeg eigenlijk, misschien is het ook wel leuk om iets met Sinterklaas te gaan doen. Nee, want die is ook weer het land. Dus zodoende kwamen we op een Sinterklaas-uitzending. Ik denk wel dat ik zo een beetje ga doen. Ik ga zo even kijken of ik een leuk tekst, een leuk stickertje heb wat erop kan. Pak je voor. Kijk, dan hou ik het een beetje in de zak van de cadeautjes. En dan is het de maanschijn door de bomen iets minder belangrijk. Dus dan doen we gewoon pakje voor en dan kun je daar de naam neerschrijven. Blijft ook wel hele leuke tekstjes, hè? Brief voor Sinterklaas. Kun je natuurlijk ook heel leuk doen als ze bijvoorbeeld dat jij post gaat geven aan Sinterklaas. Hè? Dat de kinderen een brief voor Sinterklaas, dat je alleen een leuk labeltje aanmaakt. Met alleen maar, bij wijze van spreken, gewoon een labeltje uitstansen. Ik heb hier volgens mij nog van die labeltjes liggen. Gaatje erin. Brief voor Sinterklaas. En die kinderen hebben ook het idee dat ze er iets mee gedaan hebben.
Bakjespiet. Oh, bakjespiet is misschien ook leuk, maar hij is blauw, dus dat vind ik niet zo leuk. Pepernoten zijn het niet. Dus ik denk dat ik gewoon pakje voordoe. Maar ik vind het nu, dit zijn al hele leuke, makkelijke stempeltjes. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga eventjes eerst die randjes weer beïnkten. En ik ga hem even op deze manier plakken. Zo. Zie je dat het al veel meer accent geeft als je hem even beïnkt. Dus deze kan ik al prima vastplakken. Nou, ik denk dat mijn lijmpistool nog steeds best wel warm is. Dus ik zet er een klein beetje lijm op. Oh, mijn vulling is leeg. Dan doet hij het natuurlijk sowieso niet. Even kijken waar ik mijn vullingjes heb neergelegd. Zo. Nou ja, dit kun je natuurlijk ook wel even met lijm doen. Dus op zich niet zo heel erg. Dus een klein beetje lijm aanbrengen. Mijn plasticje erop doen. En dan ga ik deze kant erop lijmen. Dat blijft natuurlijk ook vet prima vastzitten. Het voordeel van de lijmpistool vind ik alleen altijd dat hij direct snel vastzit. En hier moet ik even wachten tot het droog is. Oh, wat lief Lucie. Voor mij is de maandagochtend altijd gereserveerd voor Martine. Leuk. Nou, dankjewel Gerry. Leuk. Jullie zijn ook enthousiast. Nou, vind ik leuk om te zien. Ik zit ook altijd klaar voor. Nou, leuk. Ik merk het ook wel op de maandagochtend als ik inlog dat er echt wel mensen zitten te wachten. Dus dat vind ik ook altijd heel leuk om te zien dat mensen er echt al klaar voor zitten met koffie en thee. Dus dat doet mij ook goed hoor. Dat is natuurlijk voor mij ook leuk om te horen. Nou, dan ga ik toch met die break, hè. Want als ik het niet zou doen, ik zal je het verschil laten zien, hè. Kijk, als ik hem zo zou doen met een pakje, is het al leuk. Maar ik ben eigenlijk zelf altijd, als je terugkijkt op mijn projectje, dat is gewoon wat mezelf opvalt. Ik werk altijd het liefst met 3 kleuren. Omdat ik dan vind dat iets rustig is. Dan kun je, dan heeft het ook, hoe druk het ook is, toch een rustige uitstraling. Maximaal met 3 kleuren werken. Maar, nou vind ik hier wit even geen partij in. Maar dan heb je dus hoofdzakelijk geel van de staf, de blauwe van de achtergrond. Dan kun je hem zo doen. Is die ook echt lief hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar doordat je hem toch even combineert met het rood. Wat ook echt terugkomt in het cadeautje. En het ook dezelfde kleur rood is. Daarom vind ik het ook fijn om altijd in dezelfde designpapiertjes. Een paperblokje te kopen of een setje. Zodat je altijd weet dat de kleuren matchen. Want doe je hier nou een andere kleur rood bij. Dan ziet het er weer niet zo mooi uit. Maar dat dit bij elkaar gematcht is. Als samengesteld is eigenlijk door het bedrijf zelf. Weet je dat je elke combinatie die je maakt goed is? Dus door er rood bij toe te voegen en dan het cadeautje erin, komt zo'n project, vind ik dan, toch net even iets meer tot leven dan dat je dat rode papiertje niet zou doen. Dus zo is die voor mijn gevoel af, maar zo is die rustiger. Maar door ik vind het dus leuk om net even dat accentje rood bij te zetten. Speciaal Martine-tijd. Wauw, leuk. Met mijn ontbijtje op de maandagochtend, ontbijtshow. Nou, zo kunnen we het ook wel noemen, meekijken. Of de ontbijtshow met Martine. Dat is ook eigenlijk wel grappig. Leuk. Ja, zo kunnen inderdaad de schoentjes weer makkelijk gevuld worden. Dus ik kies ervoor om dat met rood te doen. En ook rood ga ik eventjes accentueren met een klein beetje bruin. Omdat ik dan vind dat er toch net iets meer schaduw in komt. Dus deze kun je doen. Je zou ook voor kunnen kiezen om met de huisjes te doen. Maar dan zitten de huisjes op het tegenovergestelde. Dus dat vind ik niet zo leuk. Nou, ook deze ga ik even beïnkten. Wat trouwens ook leuk is, heb ik ook een keer in mijn voorbeeld gedaan. Dat is ook een product wat volgens mij iedereen in huis heeft, maar het heel weinig wordt gebruikt. Ik zal hem er even bij pakken. Dat zijn deze dingetjes. En dat zijn die dingetjes die heb je van verschillende merken. Dit is er eentje van Joy. En er zitten allemaal hele kleine mesjes aan. En door nou even met je mesje langs dat papier te gaan, krijg je een beetje een soort rafelrandje. Toen dacht ik, oh ja, gutties is ook leuk om weer eens te pakken. Gewoon door eventjes met zo'n mesje eigenlijk tegenaan te snijden, krijg je echt een beetje dat papier, dat wit van dat papier komt erin terug. Geeft het net even wat ouder effect of zo. Maar wel altijd heel leuk om even te gebruiken. Maar ik gebruik hem eigenlijk ook te weinig hoor, daar ben ik me bewust van. Maar ik kwam hem van de week tegen, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel weer eens leuk. Zo heb je het, hè? Je moet nooit iets weggooien. Maar kijk, zo krijg je een soort schraafrandje aan je projectje. Nou. Maakt het dan gelijk, hè? Dat mag ook, hè? Het is een beetje authentiek, hè? Sinterklaaspost. Dus dat kan. Dat kan eigenlijk op elk thema, hoor. En die plakken ook weer met een verhogingje
op mijn projectje. Zo. Nou, en dan pak ik mijn pakje van Sinterklaas. Ook daarvan beïnkt ik hem een klein beetje, omdat dan de witte rand net iets minder hard wordt. Zo, ook die ga ik verhogen met een foompje. Oh, gebruik je hem juist wel vaak? Oh, ik dus niet, hè? Maar je maakt hem inderdaad een beetje oud. Maar dat bestaat ook echt al jaren. Is ook leuk. Gewoon tekstje erop. Wat hadden we nou net bedacht? Pak je voor. Nou, pak je voor. Hupsakee. Stickertje erop. Pak je voor. Nou, en dan heb je hier nog ruimte om een naam neer te zetten. Nou, heb ik gelukkig een man die heet Henk. Dat is vrij kort qua naam. Dus daar kan er prima staan. Maar je moet niet een hele lange naam hebben. Lieselotte of zo. Dan moet je klein schrijven. Maar voor zo heb je toch weer heel leuk een cadeautje. Ik bedoel, eindeloos mee kunnen combineren. En je hebt ook dus uit die set, die standset, heb je ook heel leuk nog een mijtertje en de staf van Sinterklaas. Maar die mijter heb ik ook gewoon weer in dezelfde kleurtjes uitgestanst van het designpapier. Kijk, en die kun je er nog leuk even bij opplakken. En dan heb je dus een match. Ik moet even kijken, want deze moet je wel even goed doen. Van de week had ik het ook een keertje niet helemaal oké. Want hij zit een beetje schuin, zie je dat? De mijter. Maar die is wel heel leuk om ook eventjes erbij te doen. Die kan ik er nog wel even opplakken, want ik vind hem hier dan alweer snel hoe moet ik het zeggen? Dan mag hij wel iets meer. Ik denk dat ik hier nog een streepje zou doen, maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ik vind hem nu goed hoor. Maar ik hou altijd van net even ietsjes voller. Dus ik kies ervoor om de mijter er nog even bij te doen. Die is namelijk te leuk om nog wel even te laten zien. Zo, dus de mijter. Eventjes, dit is nogmaals, dit is een lijm Tacky Glue. Die is nu wit, maar die droogt transparant op. Dus zo voorkom je dat je lijmrestjes hebt. Zie je dat? Dus nu is dat nog wit, zo meteen droogt dat transparant op. Maar het is nog wel even leuk, denk ik, om precies hier even een klein randje van een designpapiertje. Misschien dat ik dan toch wel eventjes dat blauw pak. Of ik plak hem er gewoon zo op. Ik denk niet eens dat ik een randje op doe. Ik denk dat ik hem zo hou. En misschien zitten er ook nog wel leuke kleine onderdeeltjes van die zwarte deze. Kan misschien ook nog wel leuk, hè? Een paar kleine cadeautjes of zo erbij. Oh, wat ik trouwens nog wil zeggen, hè? Zo leuk. Ik weet niet of Marianne Design dat bewust of onbewust heeft gedaan. Maar toen ik deze Sinterklaas uitstanste, ik wil toch nog even tegen jullie delen, dat schiet me in één keer te binnen. Zit er hier natuurlijk ook een klein figuurtje om precies natuurlijk dat accent te zetten van Sinterklaas. Maar als je goed kijkt, zie je, wat is dit? Een precies een hartje. Moet je kijken hoe leuk. Die heb ik ergens op mijn voorbeeld verwerkt. Kijk nou. Ja, het is niet. Het officieel is het natuurlijk geen hartje, maar het ziet er voor mij echt uit als een hartje. En toen dacht ik, goh, wat schattig. Nou, die ga ik er toch nog even opplakken. Dat schiet me in één keer nu te binnen. Zie je dat? Dat is eigenlijk het binnenkantje van de Sinterklaas. Nou, is toch enig. Dat krijg je te gaandeweg dat je aan het werk ermee bent, dat je dacht, hé, dat lijkt wel een hartje. Maar te leuk om niet even te verwerken, zie je dat? Grappig, klein detail. Ik denk misschien vinden jullie het ook leuk. Maar wat ik ook misschien nog wel leuk vind, in plaats van een rand, want dit wordt nu toch wel weer te zwart erbij. Ik begon net over die drie kleuren, maar nu pak ik alweer vier kleuren. Nou, denk ik dat het dan echt te hard wordt. Maar wat wel leuk is, we hebben die bruin tint er namelijk er toch al in, om wat van dat raffia lint even te doen. Kijk, en die is wel leuk om eromheen te knuppen. Raffia lint heb je, dat is ook echt iets wat iedereen denk ik wel ondertussen wel in huis heeft. Maar het is wel leuk om heel eventjes een klein beetje eromheen te knopen. Dan krijg je nog een beetje het, ja, het past ook wel echt bij het thema Sinterklaas. Kijk, en daar kun je dan wel leuk die mijter op doen. Dan heb je misschien net nog even, het net nog even in een break. Want een hele rand eromheen vind ik te veel, hè, om met papier te werken. Maar als ik het op deze manier vastplak, is het wel grappig. Dus ik denk dat ik dat op deze manier even ga doen. Of ik ga hem eventjes gewoon een stukje zo plakken. Dus dan doe ik mijn lijmpistool weer even pakken. Hier even een stukje van dat. Ja, het heet officieel raffia. Stro van het paard. Zo kunnen we hem ook brengen, hè? En dan plak die even vast met een klein dotje lijmpistool. En waar je zo meteen het lijm misschien van het lijmpistool ziet, daar plak ik even mijn mijter op. Zodat ik dat dan toch wel weer weggewerkt heb. Dus dit even een beetje aandrukken. Dit voel je altijd wel eventjes.
Zo. En ik zet hier ook een heel klein drupje even aan met het lijmpistool. Niet heel veel, maar dat ik wel zeker weet dat hij even goed aan beide kanten vast zit. Maar dan hou je een beetje dan kijk je er toch nog een beetje tussendoorheen. En toch heb je een soort break in de hele lange rij. Maar nogmaals, dit is ook wel persoonlijk hoor. Nou, dat is de een die er niet mee wil werken. En die lijmrestjes, die kun je wel weer wegwerken door eventjes met je die mijter erop te plakken. Ik ga heel, heel klein drupje nog eventjes opdoen, dat deze er nog wel mooi bij met je. Zo. Helemaal goed, Lydia. Wat zeggen wij in Drenthe ook? Knippen? Of zeg ik het anders? Ik weet niet. Ik heb de chat niet helemaal gevolgd. Daar Martine allemaal. Goedemorgen, Rolly. Oh, die hartjes, ja. Ja, grappig, hè? Ik weet niet of ze dat bewust gedaan heeft. Zou vast wel. Maar het was wel heel grappig. Ja, Ina, dat is inderdaad precies wat jij zegt. Dat is de snijmal. Ik zou zo meteen wel even de link van de snijmal en die navul dingetjes er even onderaan de chat toevoegen hoor, onderaan de video. Dan kun je hem daar terugvinden. Nou, dan ga ik mijn mijtertje toch ook weer ietsjes verhogen met. Oh, zei ik knuppen? Oh, knuppen. Knuppen bedoelde ik misschien hier een knup in of zo? Ik weet. Wat erg. Dan moet ik even terughoren wat ik zei. Nee, ik gebruik ook gewoon knippen hoor. Ik weet niet wat ik met knuppen bedoelde. Misschien versprak ik me. Dat zou ook nog eens kunnen natuurlijk. Kijk, even met een foamtapeje even die mijter erop. En ik denk dat je dan wel een hele leuke break hebt. Zie je dat? Dan heb je wel weer een leuk schoen cadeautje. Is toch super schattig? Ik bedoel, het is niet heel, heel erg druk, maar het is wel net even anders. En juist nogmaals, omdat die papierlijnen op elkaar afgestemd is, omdat ik gewoon uit één serie heb gewerkt, matcht het eigenlijk altijd wel welke combinatie ik ook gebruik. Ik weet niet precies wat ik zei. Oh, staat wel de link erop? Staat daar ook de snijapparaat al bij op? Dan is het goed. Oh, knopen. Knuppen. Knopen. Ja, oké. Okay. Ja, jullie zeggen knuppen en ik zeg knopen waarschijnlijk. Of zeg ik ook knuppen? Ik kijk straks wel even terug. Ik weet het niet meer. Knopen of knoppen? Of knuppen. Knuppen, denk ik. Onder de video. Ja, als het goed staat er onder de video wel een link met de materialen die ik gebruik. Maar ik weet niet helemaal zeker weten of de dingen erbij, of de snijmachine erbij op stond. Kijk, je kunt ook nog ervoor kiezen om nog de staf erbij te doen. Stiekem vind ik dat wel leuk. Maar laat ik hem niet doen, want jullie houden niet. Over het algemeen zijn jullie iets minder druk dan ik. Ik hou altijd van vol. Maar dus even als alternatief wat je ook nog eventueel kan toevoegen. Wat ook altijd heel leuk is, hè? Ik heb hem wel klaargelegd, maar blijkbaar niet gebruikt, zie ik nu. Maar ik denk, dit is ook echt zo'n artikel wat heel leuk is bij Sinterklaas dingetjes. Ook trouwens bij kerst hoor. Doe er een beetje witte gesso op en je hebt echt een sneeuwlaagje. Maar ribbelkarton is ook echt zo'n product die moet je eigenlijk gewoon standaard in huis hebben. Het geeft ook zoveel, ook omdat het wat dikker is, dus je weer met lagen ontstaat. Vind ik ribbelkarton ook altijd een heel leuk effect hebben. Ook zeker wel met de kerstprojecten. Dus misschien dat ik hem wel even meeneem in het projectje voor volgende week. Dan als tip. Goed, dus de voorbeeldkaartjes die ik gemaakt heb, deze is er één van. Oh, het weerkaatst wel heel erg. Maar goed, het is wel. Geef niet, dat hou je. Ik heb hier gewoon heel simpel met pepernootjes gedaan op het andere formaat. Dit is hetzelfde formaat zakje, toch weer heel anders. Zie je dat? Doordat wat ik hierin heb gedaan kleiner is, is het terwijl het hetzelfde product is, maar wel. Op weer een hele andere uitwerking. Dit zijn lucifersdoosjes. Die heb ik gewoon zwart geschilderd met gesso. Hier zitten ook weer van die chocolademuntjes in. Maar is ook een heel leuk pakje. Hè, pakjesavond. Zo heb je ook weer een leuk pakje die je in je pakjesavond kunt gebruiken. En nog eentje met pepernootjes. Ook weer met dat raffialint. En die wat we natuurlijk ook nog net gemaakt hebben met de rozet. Blijf ik ook wel echt een heel leuk idee vinden. En nogmaals, hier is die kartorand gemaakt met zo'n snijmesje van een ander designtje. Zodat je echt een kartorandje krijgt in de rozet. Nou, dat zijn eigenlijk een klein beetje de voorbeeldjes voor de Sinterklaas-inspiratie. Ik vind het wel heel leuk, hè, als je iets gemaakt hebt, bijvoorbeeld voor Sinterklaas of naar aanleiding met die zakjes, deel het, hè. We hebben op social media kun je het laten zien. Je kunt het ons mailen als je geen social media hebt. Het is info@evelinsdesign.com. Dus is wel heel erg leuk om te doen.
Je kunt natuurlijk ook, want ik lees in één keer sterren, maar ik denk, oh, dat is ook heel leuk. Ik heb hier als cirkel gebruikt. Maar heb jij bijvoorbeeld een grote ster als stans en die stans die twee keer uit, kun je natuurlijk ook een hele leuke stervorm ermee maken als de wikkel. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een heel leuk idee. Het zijn meerdere soorten zakjes hoor. Dus het grootste zakje is dit zakje. Dat grootste zakje is 14,8 bij 15 centimeter. Dan heb je dit zakje, die is 10,5 bij 15 centimeter. Deze is 5,2 centimeter breed, 15 centimeter langer. En je hebt nog een heel kleintje, die heb ik nog niet gebruikt. Die is 8,5 bij 6. Dus het is wel hele leuke formaatjes. Dus kijk maar even. Een grotere zou ideaal zijn. Ja, er is dus nog één grotere. Hè. Het grootste formaat wat hierin zit, dat is deze. Dat is dus 14,5 bij 15 centimeter. Dus 14,5 bij 15. Dat is de grootste formaat uit deze serie. Ja, ik zou wel eventjes voor kerst, ik heb volgende week een kerstuitzending. Ik ga ook even een voorbeeld maken met iets van het kerstthema daarin, om het even te laten zien. Want nogmaals, kijk, ik heb nu het Sinterklaasthema gedaan, maar als je ditzelfde doet en je doet er bijvoorbeeld leuke kauwgomballen in, en je haalt even die mijter weg en die staf weg, en je plakt hier in plaats van Happy Birthday op en je houdt hetzelfde cadeautje, dan heb je natuurlijk ook een heel leuk verjaardagscadeautje. Dus ik ga wel eventjes voor volgende week, het is goed dat je het zegt, dat is het voordeel, hè, van live. Je hebt nog, je kunt, ik kan er gelijk in werking zetten. Dus ik ga voor de uitzending van volgende week wel eventjes werken met zo'n zakje, maar dan om een kerstuitvoering te laten zien. Dat is misschien wel een goed idee. Nou, ik weet niet of er verder nog dingetjes of vragen zijn. Of kijk je achteraf terug. Kun je natuurlijk altijd even een reactie onderaan de video plaatsen. Dan krijgen wij daar een melding van en dan kunnen we je vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Dit raffia-ingen hebben wij zelf ook. Je koopt dan een heel groot, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Een soort pak, allemaal raffia. Nou, daar kun je je hele leven mee doen. Als het goed is, staat de link wel in de productenlijstoverzicht. En anders ga ik hem zo meteen wel even voor je opzoeken. En dan plaats ik hem wel even de link van dat product onder in de video. Dan kun je hem daar terugvinden. Ook heel leuk voor kinderverjaardagen. Absoluut. Dit is ook heel leuk voor uitnodigingskaartjes. Of zei je dat ook? Ja, kinderverjaardagsuitnodiging. Als je een wat groter zakje doet en je doet daar inderdaad Marit is jarig, ze wordt 12, we vieren het op 28 november om 5 uur, ze wordt teruggebracht. Als je dat wikkeltje hierin doet, je doet allemaal glittertjes erin en je doet een leuke wikkel erom maken met desnoods een foto van Marit of zo, of van die persoon. Je kunt er echt zoveel thema's op doen. Het is echt wel heel leuk hoor. Maar nu mogen de pepernoten op. Nee, ik probeer hem nog dicht te houden. Maar ik beloof niks. De rest van de zakken zal op. Ik zeg heel graag tot volgende week maandag 9:30. Dan zijn we weer live. Dan ga ik aan het werk met kerst. Ook een hele leuke serie trouwens. En dan zou ik inderdaad even een voorbeeldzakje maken met het kerstthema. En dan zou ik ook dat ribbelkarton er even bij pakken. Dat dat ook heel leuk is om dat in te smeren met gesso. En zo heb je ook wel heel leuke inspiratie voor de kerstprojectjes of kaartjes. Dus ik ga mijn best doen. En ik zie je heel graag volgende week. Yes? Doei doei!